Goedemorgen lieve kleuters. Nu ook weer, welke dag is het vandaag? Vandaag is het de roze dag. En de roze dag is, als we naar school gaan, altijd een speciale dag. Want dan hebben we maar een halve dag. En dat is op de woensdag. Kijk maar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Het cijfer van vandaag is 13. En dat is de 1 en de 3. En de 1 en de 3 aan elkaar geplakt is 13. De maand waar we nu in zitten is nog steeds januari. Kijk maar, dat is de eerste maand van het jaar. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Het seizoen dat we nu hebben is winter. En dat is ook het eerste seizoen van het jaar. Kijk maar. Winter, lente, zomer, herfst. En gisteren was het dinsdag, de rode dag. En morgen is het de paarse dag, donderdag. En jullie kunnen op de via schatkist of beren slim werken. En de olifanten zelfs met Skoola. En natuurlijk jullie werkboekje, dus zet hem op vandaag. Goedemorgen lieve panda's en olifanten. Wij gaan het vandaag hebben over vormen in dit filmpje. Dus over de vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel. Eerst komt er nog een herhaling van een filmpje die jullie al hebben gezien. Dat is namelijk het filmpje van vormen zoeken in huis. Daarna komt er een spelletje met welke vorm is weg. Jullie kunnen het spelletje met me meespelen, maar daarna kunnen jullie het spelletje misschien ook wel met jullie papa's, mama's, grote broer of grote zus doen. Het enige wat jullie daarvoor nodig hebben zijn de vormen. Wat je dan doet, is je legt de vier vormen weer neer. Je doet er een doek overheen. Je haalt een vorm weg. En dan moet je vertellen welke vorm er kwijt is. Dus eerst is het goed om eerst te leren welke vorm wat is. Wat is een vierkant, wat is een driehoek, wat is een cirkel en wat is een rechthoek, die ben ik geloof ik vergeten te zeggen. En daarna moet je het spelletje spelen. Dat is nog best lastig namelijk, maar dat kunnen jullie wel. Zet hem op. Nou, filmpje 2. We gaan op zoek naar vormen en we beginnen met een cirkel. Nou, zoek jullie mee. Ik zie hier al cirkels. Kijk, mijn tafel is in de vorm van een cirkel. En wat ook grappig is, mijn kaars is ook in de vorm van een cirkel. En de standaard is ook in de vorm van een cirkel. En het grappige is hier, aan de zijkant is een kleine cirkel. Dus we hebben een grote cirkel en een kleine cirkel. Nou, gaan we even verder. Oh, kijk. De plantenpot is ook in de vorm van een cirkel. Zien jullie dat? En even kijken, de kaarsenstandaarden ook in de vorm van een cirkel. En mijn lamp is ook in de vorm van een cirkel. En even kijken. Nou, wat hebben we nog meer? Mijn kruk, mijn plantenkruk, is ook in de vorm van een cirkel. Nou, dan gaan we op zoek naar een andere vorm. En dat is de driehoek. Nou, laten we even rondkijken. De plant is geen driehoek. Maar kijk, als je hier kijkt naar de standaard van de lamp. Als je dat zo ziet, zo... zou een soort van een driehoek kunnen zijn. Dus die klopt niet echt. Even kijken. Nou, hier ook geen driehoeken. Maar hier bij de lamp wel. Kijk, een omgekeerde driehoek. Hier. Allemaal driehoeken. Dat zijn er maar heel veel. Dan gaan we nu op zoek naar de volgende. En dat is een rechthoek. Nou, even kijken. De bank. De kussens van de bank.
Zo. Zijn een rechthoek. En even kijken. Oh. De laptoptas is in de vorm van een rechthoek. En even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh. Hier. De box is in de vorm van een rechthoek. En nou, dan gaan we op zoek weer naar de volgende. En dan hebben we... het vierkant. Nou, kijk. Hier. De tegels. Dat is een vierkant. En even kijken... oh, de kussens van de bank. Een vierkant. En dan heb je ook nog de tegels in de gang. Kijk, een vierkant. Ik vond het heel erg leuk om met jullie vormen te zoeken in mijn huis. En morgen gaan we weer wat anders doen. Ik denk dat we dan misschien even gaan tellen. En nou, veel plezier en een dikke kus. Oké, hier ligt vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel. Ik leg een blaadje eroverheen en als ik straks een blaadje weg heb gehaald, dan zie je niet 1, 2, 3, 4 figuren, maar 3. En jullie moeten dan zeggen welke weg is gehaald. Oké. Welke vorm is er weg? Inderdaad, de rechthoek. Ik had de rechthoek weggehaald. Gaan we weer een andere vorm weghalen. Nou, welke vorm is er weg? Inderdaad, het vierkant was weggehaald. Nou, doen we er nog een keer eentje. Welke vorm is er weg? Inderdaad. De cirkel. Ik had de cirkel weggehaald. Nou, de laatste. Welke vorm is er weg? Inderdaad, de driehoek. De driehoek had ik weggehaald. Nou, nu hebben we gelukkig alle vormen weer. We hebben hier het vierkant, de rechthoek, de driehoek. En de cirkel. Nou, veel plezier met het spelen van dit spelletje met jullie papa's of mama's.